Vorige keer bij 33 Adventures. Douglas, wat is er aan de hand, man? Ja, ik kan je huis niet vinden. Ik bel je het. Meneer, bent u er nog? Hallo? Dan doen? Kennen we nog meer astronauten? Er moet toch iemand zijn? Hoe kom je hier weg? André Kuipers, Wil Okkos. Mijn ouders en vrienden. Oh fuck, en Rens. Ik zie Renske nooit Douglas, meer. Douglas, er moet toch iemand zijn? Moet echt Neil terug. Armstrong. Rustig. Even chill jongens. Ik weet het ook niet. Space dudes. We're in space. Kut. Holy shit, balls. Dank u wel, Sue. Nee! Jongens, zullen we NASA bellen? Hey, dat is best wel een goed idee. Ja, kom hier dan even naar mijn kamer. Ik kom zo aan. Paul, ga je mee? We gaan even proberen NASA op te bellen. Ja, wacht even. Met wie was je eigenlijk aan het praten? Ik was even aan het bellen. Dus, maar gingen we NASA, Douglas gaat NASA bellen of wat? Ja, we gaan bellen op Douglas' kamer. Oké. En Doug? Hebben ze aan de lijn? Ja, volgens mij wel. Oh, Paul, hier is je mobiel terug. Yo, thanks. NASA. This is Douglas speaking. I want to ask you something. What is that something, sir? Hypothetically, if you were in a house and you were launched into space,
What would be the next logical step? Okay, hold on. NASA Headquarters Library, how can I help you? In a hypothetical situation, if one found himself in his house, which was launched into space, what would one do? Well, honestly, if you found your house in space, you'd be weightless. Your house, which is not airtight, would leak air out. You'd be in big trouble. Okay. None of those things are actually happening right now. That means you're probably still on Earth. No, I'm pretty sure we're not. Isn't there anything you can do for us? Maybe send someone up? Are you still standing with your feet on the floor? Yes, we are. And everything weighs about the same as it normally does? Pretty much, but... And you're in good old-fashioned gravity well Earth. Look, I'm serious. It may seem like I'm prank calling you, but we're actually in space. I can see the Earth from here. How far out is the Earth for you? Are you able to see entire continents, that kind of thing? Yeah. Then I wouldn't be able to receive your cell call. Okay, we'll file that under questions for later. I think probably you need to call your primary care physician. I'm really sorry. Isn't there any way I can convince you? Nope, afraid not. But you're our only hope, you're the... Nee. Hij heeft een punt. Ik bedoel, alles wat wij vertellen over hoe het hier is, het hoort niet te kunnen. We zitten al een dag, anderhalve dag in de ruimte en we kunnen nog steeds zonder problemen ademen. Ralf, zo snel gaat het niet. Het hele huis zit nog vol met... En het raam zit open. Dus ondanks dat we in de ruimte rondzweven met een open raam, is er iets wat ervoor zorgt dat we nog steeds zuurstof hebben. En we hebben ook nog steeds water, toch? Ja, maar voor hoe lang nog? Ik denk niet dat we er zorgen om hoeven te maken, hoor. Waarom dat? Er is iets of iemand wat dit heeft gecreëerd. Dit is opzet. Wat bedoel je met iemand? Dat weet ik niet. Oké, dus we hebben genoeg water. Maar hebben we ook genoeg eten? Ja, oké, daar heb je een punt. Ja, ik heb aardig wat. Ik heb iets van 15 flessen Cola Light. Gadver, Light is voor mietjes. Gelukkig heb ik. Wacht. Een koelkast vol met echte cola. En ik heb ook nog een vriezer vol met vlees van jullie als barbecue. Jongens. En nog 20 noedelspakketjes in die kast zitten. Jongens. Waarom hebben jullie zoveel spullen? Ja, maar... Wisten jullie dat het ging gebeuren? Hamsterweken. Fijn dat we niet omgaan van de dorst. Maar wat hebben we hier nou aan? Ik ga NASA bellen. En ik blijf net zo lang bellen tot we iemand hebben die ons kan helpen. En het wc-papier is op. Ja, nu weet ik ook al waar de wc-papier is gebleven. Wat de hel?